De eerste twee, die hebben zijn rugzak. Vandaag zijn we hier om mee te werken aan de actieweek voor de spoorlopers te betrappen eigenlijk. Dus de beveiliging van de overwegen. Politie Dilbeek. Goedemorgen, lokale politie Dilbeek. Eerste keer identiteitskaart klaarnemen. Het is een eeuwig terugkerend probleem eigenlijk. Het is een probleem dat niet echt opgelost gaat. We merken toch wel dagelijks dat het voorvalt. Mensen die betrapt worden met het overtreden van de seinen of over de sporen lopen, riskeren een zware geldboete, dus uitgesproken door de politierechter, en vermoedelijk ook een bijkomend rijverbod. Politie Dilbeek, barreel was omhoog aan het gaan. Licht zonder of rood, moet eventjes wachten. Als overheidsbedrijf zetten we zeer sterk in op sensibiliseren. Dus we doen dat echt regelmatig. Er zijn jaarlijkse campagnes die we voeren. Desondanks merken we dat er toch nog altijd heel vaak aan spoorlopen wordt gedaan. Dat wijst op het feit dat mensen jammer genoeg hardleers zijn, of toch veel mensen jammer genoeg hardleers zijn. En daarom moet er ook ingezet worden op andere maatregelen. Maatregelen op het terrein, plaatsen van afsluitingen, plaatsen van struikelmatten en dergelijke meer. En dan uiteindelijk ook het allerlaatste wapen tussen aanhalingstekens dat je hebt, is repressie. En daarom kijken we altijd zeer hoopvol naar onze collega's van Securail en ook die van de politie. En we hebben daar een zeer goede samenwerking mee. Bewijs hier vandaag in Dilbeek hebben we toch al 12 mensen gepakt die de regels hebben bewust genegeerd. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, ja, respecteer de regels voor je eigen veiligheid, want je riskeert je leven. En dat is natuurlijk, ja, het allerergste.